Lijkt ons helemaal beschiffeld worden daar in Den Haag. Lopen maar te hoeren en te snoeren daar in Den Haag van onze centen. De kanker voor ze toch of niet? Wij roken, wij zijn heel principieel. Ik laat mijn sigaretje niet afpakken. Alles wordt tegenwoordig al afgepakt. Maar daar kan je hoge boetes voor krijgen? Ja, klopt. Nou ja, kom maar op. Dat vinden jullie het waard? Ja, ik vind het absoluut waard om de principes zo hoog te houden. Om te zeggen van nou, kom maar op. Ik ga gewoon tot het einde. Ik ga ook de boetes absoluut niet betalen. Ik wil absoluut voor de rechter komen en mijn zegje doen. Ja, het kan je café kosten, absoluut. Voor mij sluiten ze ons morgen. Zijn we de hele kankerzooi af hier ook. Ja, zou je het zo ver willen laten komen? Echt, meen ik echt, op de grondformaat. Want ik heb ook geen zin in dat gezeik met die boetes aan om die ellende. Want als ik een verkeerde bui heb, dan loopt het helemaal verkeerd af. Geloof me nou. Als je hem ook op de kade wippen. Er is er al één in elkaar. We hebben al gehoord dat er alleen te pakken genomen is. Als ik een tyfus bij heb, dan gebeurt het hier ook. En dan gaan we gelijk de deur op slot en gelijk klaar hier al. En zo erg is het hier. Ja, je zou zo ver willen gaan dat je geweld zou willen gebruiken. Ik ga geen geweld gebruiken, dat zeg ik niet. Maar als ze maar lopen te fucken, dan kunnen ze bij mij krijgen. Ik vind, je mag het niet zomaar verbieden. Ja. Toch? Het moet in overleg. Weet je hoeveel mensen verslaafd zijn aan roken? Maar de regering, ze nemen wel hun accijns op tabak. Ik vind het gewoon pleurisleiers hoor, sorry. En het argument dat roken slecht is voor je gezondheid. En dat mensen die in een café komen ook rookvrij hun bolletje moeten kunnen drinken. Ik betaal hier toch de huur. In mijn eigen huis betaal ik ook de huur. Dan moet ik bepalen toch ook wie er binnenkomt en wat er daar gebeurt. Even een pakje sigaretten pakken nog. Die sigaretten zijn op. Alles rookt hier. En de paar klanten die hier komen die niet roken, die blijven niet voor het roken weg. Ik heb mijn hele leven nog nooit gerookt. En ik kom gerecht, ik heb zelf ook in de horeca altijd een bedrijf gehad, dus ik heb een noodgelast gehad. En als je dat niet wil, dan blijf je gewoon thuis, vind ik. 15, 16-jarigen die zich helemaal inzuipen, dat vind ik erg, hè? Dan dat wij zelf kiezen voor het feit dat we misschien wel een longkanker kunnen oplopen, want het is onze eigen keuze. Maar hoe kom je zo gepassioneerd over dit? Omdat ik al 3 keer in mijn leven mijn nek eraf is gegaan door regeltjes en wetten in het vieze geworden kankerland. Zo simpel leg dat gewoon. Het is de 3e keer in mijn leven, het is de laatste. Ik ben er klaar mee. Ik ga ook met gierende banden weg uit dit land. Dus schaam je eigen om Nederlander te zijn hier. Want je hebt totaal niets te vertellen, helemaal niets. Ja, mijn broer, 29, op 2 weken na 30 overleden, echt niet van het roken, die heeft geleefd. En die heeft mij gewoon gezegd, leef, pak het moment. Je weet het niet, je kan morgen wel overreden worden. Je kan een ongeluk krijgen. Moet het dan, hetgeen wat ik lekker vind, hetgeen waar ik me prettig bij voel, waarvan ik gelukkig word. Moet ik dat dan aan de kant gaan leggen? Maar wat moet je dan doen als je café dicht is? Kijk, je hand opbouwen. Ja, dan vraag je wij kunnen hier nergens roken in Nederland. We zijn ook niet gaan werken. Je mag nergens roken als je werkt. En wij roken en we blijven roken. Dus ik ga nou eentje opsteken hoor. Ik denk de pleuris voor ze daar in Den Haag en waar. Whatever. Ik ben er nog niet van hoor. 35 jaar geloof ik.